Goed, ons maak oefening 8.3 nummer 4. By nummer 4 moet jy dan maar net gewoonlik weer uitmol, soos wat die 2a mol en mol met die 4c, dan kry ons 8ac. Dan mol ek my 2a met my 5d, dit geef my 10ad. Dan mol ek die min 3b met die 4c, dan kry ek minus 12bc. En dan mol ek my min 3b met my 5d, minus 15bd. So dan gaan kyk, sal ek sien, ons geen gelyksoortige terme nie, so kan niks verder optel nie, dit is dan die antwoord. By nummer B het jy 9i min 7 en 7 plus 9i. Hierdie is eindelijk door die hakies wat ons 9i min 7 het, en as ek hierdie net recht skryf, 9i plus 7, is dit die verskil van vierkante, een minus en een plus. Hakies lyk dieselfde, so ons sien 9i mol 9i, dis 81i kwadraat, minus 7 mol 7, 49, my middelterme val weg, omdat dit een minus en een plus is. By nummer C, gewone hakie kwadraat, so kwadreer een halve x, dan krijg ek een kwart x kwadraat. Dan maal ek my halve x met my min 1, dis min een halve x, en die antwoord maal ek met 2. So min een half mol 2 is minus 1 x, en dan kwadreer ek my min 1, min 1 mol min 1 is plus 1. Het ek weer verskil van vierkante, plus en een minus hakkie, soos van die 0,6p mal met die 0,6p, dis 0,36p kwadraat, en ek mal my 1 met my minus 1, en ek kry min 1, die middelterme kanselleer uit, min 0,6p plus 0,6p. By nummer 5a, kwadreer ek my x plus 3, so ons kry een x kwadraat, my middelterm, 3x mal 2, wat my 6x gee, plus 9, 3 kwadraat is 9. Plus, dan doen ons die selfde met hierdie hakkie, 2x gekwadreer is 4x kwadraat, 2x mal 1 is 2x, mal 2 geef ons 4x, en ek kwadreer my 1 plus 1. Ek tel die 4x kwadraat en die 1x kwadraat dan by mekaar, dit geef my 5x kwadraat, ek tel my 6x en my 4x op, dit geef my 10x, en ek tel die 9 en die 1 by mekaar, en dit geef my 10. By B, precies die selfde, ons kwadreer al twee hakies, ons kry x kwadraat, my middelterm, min 3x mol 2 is min 6x, min 3 mol min 3 is plus 9, minus, hou jou hakie daar, want die minus moet nog inmol, kwadreer eers jou hakie, en dan gaan ons die minus inmol, so ons doen eers hakies, dan by 3 hakie, kwadreer vir x, x kwadraat, x mol 2 is 2x, mol 2 is 4x, kwadreer vir 2, plus 4, mol my minus in, so ek kry x kwadraat, min 6x plus 9, minus x kwadraat, minus 4x as ek my minus inmol, en min 4, en nou tel ek net op, x kwadraat min x kwadraat, dit gee som vir my 0, dan het ek min 6x, en min 4x, dit gee my minus 10x, en dan laastens, het ek daar so vir 9, minus 4, en 9 min 4, geef my plus 5. By nummer C, kwadreer ek vir 2a min 3b, so ek kry met ander woorde, een 4a kwadraat, middelterm, min 6ab mal 2, wat my minus 12ab gee, kwadreer min 3b, dan kry ek 9b kwadraat, minus, binne in hakkie, 2a kwadraat, 4a kwadraat, mal vir 2a met 3b, is 6ab, mal 2, dit geef my 12ab, kwadreer vir 3b, soos kry 9b kwadraat, mal die minus in, dan is my antwoord 4a kwadraat, min 12ab, plus 9b kwadraat, min 4a kwadraat, een minus mal een plus is een min 12ab, en een minus mal een plus is een min 9b kwadraat. As ek nou by mekaar gaan tel, 4a kwadraat minus 4a kwadraat is niks. 9b kwadraat minus 9b kwadraat is ook niks. Min 12ab en min 12ab is nie niks nie, dit is minus 24ab. By nummer D, kwadreer vir 7x, dan kry ek 49x kwadraat, kry my middelterm, 7 mol met 12 is minus 84, en dit mol ek met 2,
dan krijg ik minus 168x. Kwadreer vir 12, min 12, dan krijg ik plus 144. Trek jy 144 af wat hulle vir ons daar gegee het, so daai twee by mekaar tel, is die antwoord 0. So my antwoord 49x kwadraat minus 168x. Dan die laaste vraag by oefening 8.3. Die saai van een vierkant het de lengte van 2 om en b meter. Skryf die formule om die oppervlakte te bepaal. Oppervlakte van een vierkant is saai kwadraat. Die saai se lengte is nou 2a minus b en ons moet het kwadreer. So dis die formule waarmee ek het gaan bepaal. En ek kan ook dan vir jou vra werk dit uit. So as ek het bereken, kwadreer ek die 2a, dis 4a kwadraat. Maal vir 2a met min b is min 2ab, maal 2 is min 4ab. En ek kwadreer my b, so ek kry b kwadraat, en is dan die formule waarmee ek die oppervlakte van die vierkant kan bepaal, as ek weet wat a en b se lengte is. Dan kyk ons na nummer 8, van werkwoord 5. By die eerste enetjie gaan ek dan gewoonweg uitmaal, x maal x is x kwadraat. Dan maal ons vir x met 3, dis 3x, 2 maal x is 2x, 3x plus 2x geef my 5x, en 2 maal 3 is 6. Hier gaan ek ook maal x is x kwadraat, x maal min 1 is min x, plus 5x geef ons 4x, 5 maal min 1 is minus 5. Tel by mekaar, x kwadraat is 2x kwadraat. Dan tel ek op die 5x en die 4x, dit geef my 9x. En dan laaste stel ek by mekaar die 6 en die minus 5. En 6 min 5 geef ons plus 1. Goed, by nummer 8.2 kwadreer ek dan vir x, x kwadraat. Maal vir x met 3 maal 2 geef my 6x, kwadreer vir 3, dis 9. Hierso gaan die verskil van vierkante wees, ons kwadreer vir x en ons kwadreer vir 3 met een minus in die middel. Tel by mekaar, x kwadraat is 2x kwadraat, plus 6x, 9 min 9, geef vir ons 0. By nummer 3 maal ek uit, a maal a is a kwadraat. 2a minus 7a geef my min 5a, min 7 maal 2, min 14. Dan gaan ek uitmaal, ons kwadreer, so ons kwadreer vir a, a kwadraat. Middelterm, 5a maal 2, dit geef my 10a, kwadreer vir 5, 25. Tel by mekaar, a kwadraat is 2a kwadraat. Min 5a plus 10a is plus 5a. Tel die getalle by mekaar, min 14 plus 25 is plus 11. By nummer 4, kwadreer vir b, b kwadraat. Maal vir b met min 1 maal 2 is min 2b, kwadreer vir 1 plus 1. Maal uit, b maal b is b kwadraat. 8b minus 6b is 2b, min 6 maal 8 minus 48. Tel by mekaar, b kwadraat plus b kwadraat is 2b kwadraat. Minus 2b plus 2b is 0. En 1 minus 48 minus 47.
8.5 maal ons dan vir 2x met x, dan kry ons 2x kwadraat. 2x maal min 2 is min 4x, plus die 3x geef my minus 1x. 3 maal min 2 is min 6. Hier het ek 2x maal met x, wat 2x kwadraat is. 2x maal min 1 is min 2x, min nog 1x is minus 3x, en min 1 maal min 1 is plus 1. Tel dan by mekaar, 2x kwadraat plus 2x kwadraat geef my 4x kwadraat. Tel die x'e by mekaar, min x, min 3x, dit geef my min 4x. Tel die getalle by mekaar, minus 6 plus 1 is dan min 5. By nummer 6 maal ek vir 2x met 2x, dit geef my 4x kwadraat. My middelterme, min 2x plus 2x, gaan weer 0 wees, en ek maal vir 1 met minus 1, en ek kry net min 1, verskil van vierkante. Plus, x maal 2x is 2x kwadraat, x maal 4 is 4x, minus 6x geef my min 2x, en min 3 maal 4 is minus 12. Tel by mekaar die 4x kwadraat en die 2x kwadraat, wat 6x kwadraat is, dan min 2x, wat net so gaan bly, en dan tel ons ook op die minus 1 en die minus 12, en dit is so min 13. By die volgende enekie, gaan ek dan my a min 4 maal met my a min 5, so a maal a geef ons a kwadraat, min 5a en min 4a is minus 9a, min 4 maal min 5 is plus 20, maal die min 2a in, dan die min 2a kwadraat, en min 2a maal min 4 word plus 8a, dan tel ons by mekaar die a kwadraat, en die min 2a kwadraat is minus 1a kwadraat, die minus 9a en die plus 8a is minus 1a, plus dan die 20. Goed, die volgende ene, daar so gaan ek kwadreer vir x plus 5, so kwadreer vir x, x kwadraat, maal vir x met 5 maal 2, dit geef my 5x maal 2 is dan 10x, kwadreer vir 5, dan kry ons 25. Hier is verskil van vierkante, so kwadreer vir x, minus kwadreer vir 5, 25, van die middelterme, kanselleer uit. Hier maal ek uit, x maal x, x kwadraat, min 7x plus 5x is min 2x, en 5 maal min 7 is minus 35. Tel by mekaar, x kwadraat plus x kwadraat plus x kwadraat is 3x kwadraat. Dan tel ons op die 10x en die min 2x, dit geef ons plus 8x. En dan tel ek my getalle by mekaar, 25 minus 25 is 0 minus 35. By nummer 9 maal ek my 2x in, so ons kry 2x kwadraat, minus 6x. Dan maal ek my x in, 2x kwadraat, en x maal min 1 is min x. Dan maal ek my min 4x in, min 4x maal x is min 4x kwadraat, min 4x maal met 7 is minus 28x. Tel by mekaar 2x kwadraat, en 2x kwadraat is 4x kwadraat, minus 4x kwadraat is niks. Tel ek op, min 6x, min 1x is min 7x, min 28x geef my minus 35x. By nummer 10, hoef ons net die i min 1 met die 3i plus 5 te maal, die 2i min 5 gaan jy net oorskrywe, maal jou i in, dan kry jy 3i kwadraat, i maal met 5 is 5i, minus die 3i geef jou 2i, en min 1 maal 5 is minus 5. Tel dan by mekaar, die 3i kwadraat bly so,
Die 2i plus die 2i geef vir my 4i. En dan min 5 min 5 wat gelijk is aan minus 10. By nummer 11 gaan ek die 2k inmol, so ek kry dan 2k kwadraat. 2k mol min 3 geef my minus 6k. Dan mol ek my 2k met my k, dan kry ek weer 2k kwadraat. Mol vir 2k met min 3 is min 6k, plus die 1k is minus 5k. Mol vir 1 met min 3 en ons kry net min 3. Dan mol ek my k in, so ek kry 4k kwadraat. En ek mol die k met die min 12, so ek kry minus 12k. Tel by mekaar, 2k kwadraat plus 2k kwadraat plus 4k kwadraat geef ons 8k kwadraat. So die k's by mekaar tel, minus 6 en minus 5 is minus 11, minus nog 12 is minus 23k. En dan het ons net die minus 3. By 8.12 kwadreer ons vir a, a kwadraat, maal vir a met min 4 maal 2 geef my minus 8a, kwadreer vir min 4 plus 16. Kwadreer vir a is a kwadraat, maal vir a met min 3 maal 2 geef my minus 6a, kwadreer vir min 3 geef my plus 9. Kwadreer vir a is a kwadraat, maal vir a met 2 maal 2, so 2a maal 2 is 4a, kwadreer 2 plus 4. Kwadreer vir a is a kwadraat, mol vir a met 1, mol met 2, so a mol 2 is 2a, kwadreer vir 1, plus 1. Tel alles by mekaar, a kwadraat plus a kwadraat plus a kwadraat plus a kwadraat is 4a kwadraat. Tel die a's by mekaar, min 8a min 6a plus 4a plus 2a. So min 6a, daar is ook 6a, dit geen 0, so ons het net minus 8a daar oor. En dan ons getalle, daar het ons 16 plus 9, dis 25, plus nog 4 is 29, plus nog 1, geef ons 30. By nummer 13, kwadreer ons vir a plus 2, ons trek af a min 3 maal a min 5, en ons tel daarby 2 maal 5 min 7a. So as ek dan een kwadreer, krijg ek a kwadraat plus 2a maal 2 wat 4a is, plus 2 kwadraat wat vir my 4 gee. Die minus gaan ek neerskryf en ek gaan eers een haakje insit, want my minus moet weer binnen in die haakje inmaal. So ek gaan met ander woorde kry a maal a wat a kwadraat is, min 5a min 3a wat minus 8a is, min 3 maal min 5 wat plus 15 is. Dan maal ek my 2 in, so ek kry 10, en ek kry 2 maal min 7a, wat vir my min 14a gee. Dan gaan ek my minus daar in maal. Min a kwadraat, min maal een min is een plus 8a, min maal een plus is een min 15. Tel dan by mekaar, die a kwadraat minus die a kwadraat is 0. Dan tel ons die a's by mekaar, 4a plus 8a is 12a, minus 14a, geef my min 2a. Tel die getalle by mekaar, 10 en 4 is 14, minus 15, geef my minus 1. By nummer 14, gaan ons dan kwadreer, eerstens vir x min 3, so as ek om kwadreer krijg ek x kwadraat, min 3x mol 2 is min 6x, en ek kwadreer my min 3 is plus 9, minus, sit jou haakje weer in, x kwadraat, min 2x mol 2 is min 4x, kwadreer min 2 plus 4,
minus, zet jou hakkie in, x kwadraat, min x mal 2 is min 2x, min 1 kwadraat is plus 1. Goed, dan maal ons in. Min x kwadraat, een min maal een min, plus 4x, een min maal een plus is een min 4. Min x kwadraat, een min maal een min is een plus 2x, en een min maal een plus is een min 1. Tel bij mekaar, x kwadraat, min x kwadraat is 0, min x kwadraat is min x kwadraat. Tel die x'e bij mekaar, dan krijgen we ons min 6x plus 4x is min 2x plus 2x is 0. Tel die getalle bij mekaar, 9 min 4 is 5, min 1 geef ons 4. Dan ons laatste eneke. Nou hier het jy nou 3 hakies wat jy moet maal met mekaar. Ons het nou nog nie so'n voorbeeld gedoen nie, so kom ons kyk wat gebeur wanneer dit gedoen moet word. In die eerste plek gaan jy eerst 2 van jou hakies maal en aan 1 neerskryf. Ek skryf altyd my eerste hakie neer en ek maal dan eerst my tweede paar hakies met mekaar. So x maal met x geef my x kwadraat. Dan maal ek my x met my min 1, dis min x, plus daai 2x geef my 1x, 2 maal min 1 geef my min 2. Minus, sit jou hakkie in, kwadreer jou 2 term, kwadreer vir x, maal vir x met 2 maal 2, so dit geef ons 4x, en kwadreer jou 2 is plus 4. Hierso gaan ek nou my x met hulle allemaal maal en ook my min 3 met allemaal, so ons begin met x, ons maal om in, x maal x kwadraat is x tot die macht 3, x maal x geef my x kwadraat, en x maal min 2 geef my min 2x. Dan is ek klaar met my x, dan doen ek my min 3. Min 3 maal x kwadraat is min 3x kwadraat. Min 3 maal met x is min 3x. En min 3 maal met min 2 geef ons plus 6. Dan gaan ek net my minus inmaal, so ek krijg min x kwadraat, min 4x, min 4. Vir die laaste taakie nie, ons maal net ons minus by hulle allemaal in. En nou gaan ek alles by mekaar tel wat hetzelfde is. So die x tot die macht 3 is die enigste 1. Kijk ek nou my x kwadraat. 1 min 3 is min 2. Min nog 1 geef my min 3 x kwadraat. Dan tel ek my x'e by mekaar. Daar is min 2 en nog min 3 is min 5. En nog min 4 is minus 9x. En dan tel ek laastens my getalle by mekaar. 6 en min 4 geef my plus 2.